De Geologisch Mijnbouwkundige Dienst van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen wordt getransformeerd tot een delfstoffeninstituut. Vandaag lanceerde het ministerie dit transformatieproces middels de introductie van het online aanvraag- en trekkingssysteem voor mijnbouwrechten. Het Delfstoffeninstituut wordt gefinancierd door de Wereldbank, zei NH-directeur Dave Abeleven. Hij vindt dat Suriname hiermee een bijzondere mijlpaal heeft bereikt. Abeleven gaat in op het transformatieproces. Een van de eerste speerpunten van dit transformatieproces heeft natuurlijk te maken met de transformatie van de GMD, de herstructurering van de GMD naar een Delfstoffeninstituut. Dat betekent zaken als de procesbeschrijvingen, functies, de organisatiestructuur. Dat zijn allemaal zaken waar er nauwgezet naar gekeken zal worden en natuurlijk vormgegeven zal worden. Daar zijn we dus eigenlijk al mee gestart. Verder hebben we ook nog als tweede speerpunt de integratie van andere instituten zoals de OGS en Bauxiet Instituut Suriname in het Delfstoffeninstituut. Het derde speerpunt is natuurlijk het wettelijk kader, regelgeving. En dat betekent dus met name zaken die te maken hebben zoals de wet op de instelling van het Delfstoffeninstituut, een nieuwe mijnbouwwet, maar ook alle andere regelgeving die daarbij hoort. Als vierde speerpunt heeft te maken natuurlijk ons businessplan, waar er ook al mee gestart is. Uiteraard als we de toekomst ingaan met een nieuwe vorm, nieuwe structuur, betekent het dus ook wel dat je gedegen businessplan moet hebben. En als vijfde speerpunt is natuurlijk een stukje huisvesting. NH-minister Sergio Akimboto, die ook aanwezig was bij de launch, zei tijdens zijn toespraak dat de afgelopen periode enorm veel werk is verzet. Er moet echter nog meer gewerkt worden, zegt Akimboto. Twee zaken die me op een gegeven moment hebben getriggerd, is omdat ik iemand die vroeg me een keertje, minister, ik wil een concessie aanvragen. Ik heb toen uitgelegd. Ja, dat is zo uiteindelijk beland bij mij om te tekenen, maar het is een voortraject. Het is goed dat u met uw stuk naar GMD gaat en daar deponeert en dat het traject wordt ingezet. Dan zullen we dan verder kijken. En de reactie van de persoon, minister, in het eind na jong, in mijn chami concessie go dat je de mogi, want er maar concessie. En dat heeft toch wel gestoken, omdat je niet weet hoe dat is, maar medewerkers worden beschuldigd van iets of iets leeft in de samenleving dat niet positief bijdraagt. Een ander aspect waar ik het zeker ook even trigger. We hebben in Suriname twee world-class operating mining companies. Maar daartussenin hebben we geen enkel bedrijf die nog een exploratie doet. Hoe kan dat? Niemand in de wachtkamer. Something is wrong. Want exploratie is een belangrijke voorwaarde om te komen tot exploitatie. Minister Sergio Akimboto van Natuurlijke Hulpbronnen vandaag bij de lancering van het transformatieproces van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst tot het Delfstoffeninstituut.